Hallo, een paar maanden geleden maakte ik in Byblos een paar filmpjes over Byblos in het algemeen. Inmiddels is er een mooie expositie begonnen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Die is nog tot 14 maart. Ik neem u eventjes in 3 minuten, misschien 4 minuten, mee door de expositie. Loop met me mee. We gaan die kant op langzamerhand. Nu ga ik achteruit lopen, dus dat is heel erg gevaarlijk, want er zijn nog mensen in dit museum. En voor ik het weet, gooi ik een dure vaas om, wie zal het zeggen, maar we komen hier op de grote expositie. En er staat hier allemaal aardewerk, er zijn hier mooie filmpjes, er zijn mooie modellen van boten. Maar het eerste wat ik u wil uitzoeken laten is dit. Dit is hartstikke tof. We hebben hier een houten sarcofaag, een mummiekist en wat houten stokken. Dit documenteert de houtnijverheid van Byblos. In een van die eerdere filmpjes heb ik erop gewezen. Het zederhout is ontzettend belangrijk voor Byblos geweest. Er was vraag in Egypte en daar begint de grote handel van Byblos mee. Vandaar dat u hier ook in deze zaal ook scheepsmodellen ziet staan en een anker zie ik nu liggen. Er zijn kruiken en voorwerpen die ook verhandeld zijn. We lopen snel verder, want u moet de rest maar gaan bekijken als u hier naartoe komt. Liefst nog met de kerstvakantie, maar het mag natuurlijk ook later. We lopen nu de hoek om en ik moet nu uitwijken voor een paar mensen die hier zijn. En het was niet alleen met Egypte dat Byblos handel dreef. Hier hebben we wat documentatie uit Mesopotamië. Dus daar is een grote tichel met een kleiterbed erop. En daaruit weten we gewoon dat er dus ook mensen uit Mesopotamië kwamen om hout te halen, zederhout, uit het Libanongebergte. We gaan weer even verder lopen. Nu wordt het wat langzamer, wat moeilijker om te lopen. Let u even op deze leuke haalde dingen. Dat was iets nieuws in het museum, dat hebben ze voor de eerste keer gedaan. En dat was best wel even avontuurlijk of het lukte. Er is hier van alles te zien. Mooie verhalen hebben we, bronswerk, bijlen. Je moet toch ergens die bomen mee omhakken. Dit zijn vrij recente vondsten, die krijgt u ook zomaar te zien. Er was een hele hoop over te doen, maar daar gaan we het nog een andere keer misschien over hebben. Nog meer ankers. En dan wil ik u dit laten zien. U bent als toerist niet in Libanon geweest als u niet een nepbeeldje van dit type meeneemt. Dit zijn de echte. Ze komen uit zogeheten deposities. Dat zijn ja, soort offers, denken we. Worden in grote kruiken gevonden. Altijd kereltjes met puntmutsen op. Misschien is het de god Baal of zoiets. We weten het allemaal niet goed, want men schreef dit niet op. We lopen verder, want er is hier heel veel te zien en ik heb maar 3 minuten. Volgens mij zijn die al lang voorbij, maar dat geeft niet. We lopen verder. Er zijn nog meer filmpjes hier. Loopt u mee? Loopt u mee? Loopt u mee? Hier had ik iets aan u willen tonen. We gaan het vanaf hier doen. We hebben hier prachtige spiegels liggen. Dit komt uit de koninklijke graven van Byblos. Dat zijn gigantische lelijke kuilen waarover ik een filmpje heb gemaakt voor u. Allemaal goudwerk. Een professionele Egyptologe met wie ik ooit in Byblos was, lang, lang geleden, 10 jaar geleden denk ik, die zei van, ik heb buiten Egypte nog nooit zo verfijnd Egyptisch materiaal gezien. Ik ben geen Egyptoloog, maar volgens mij heeft ze gelijk. We lopen nog even naar het laatste, voorlaatste object dat ik u moet laten zien. Nou ja, we wandelen, dus we hebben nog even tijd. Het alfabet komt aan de orde, want dat komt ook uit de omgeving van Byblos. We hebben nog wat farao's die hier hun beeld hebben achtergelaten. Beelden die uit het Louvre komen. De meeste voorwerpen komen natuurlijk, dat spreekt vanzelf, uit het Grote Museum in Beirut. Maar dit is eigenlijk toch wel iets heel speciaals. Een stele met een koning die daar een offer aan het brengen is voor wat eigenlijk de houtgodin is, de Lady of Byblos. De tekst is geschreven in het Fenicisch, met Fenicische letters. De godin is een Fenicische godin of een Kanaanitische godin, hoe je het noemen wil, afgebeeld alsof zij de Egyptische godin Hathor is. De man tegenover haar is de koning met een koninklijk mutsje op, maar die is gehuld alsof hij een Pers is en hij brengt een plengoffer. En dat is een ritueel dat we vooral, maar niet uitsluitend, uit Griekenland kennen. Dus we krijgen hier Fenicische, Kanaanitische, Egyptische, Perzische, Griekse dingen dwars door elkaar heen. En daarmee heb je eigenlijk iets van hoe die culturen in elkaar grijpen op dat moment. Ik heb het klapstuk voor het laatste bewaard. We lopen nog heel even langs een langzaam leeglopend museum. Ik ontwijk wat stoelen. Er zijn hier nog wat vitrines. Loop maar mee, loop maar mee, loop maar mee. Hier zit nu niemand meer, want we hebben het museum achter ons gelaten. Of de bezoekers zijn weggegaan.
En ja, dit is toch eigenlijk wel een favoriet stuk van menig een. Een mooi Grieks-Romeins mozaïek. Er zijn hier drie mensen afgebeeld geweest. Helemaal links kun je nog net een mannetje zien staan. Eros, de godin van de liefde. Rechts Charis, verpersoonlijking van de elegantie. En Acme middenin, dat staat zoiets voor de kwaliteit van het leven. Het hoogtepunt is als je dus wat liefde en wat elegantie hebt. En moet je eens kijken wat een prachtig mozaïek dit is. Met een iets wat verwrongen voetje, maar tof hè. Dit komt dus allemaal uit Beirut. Hartstikke tof. En ik dank u voor het kijken naar dit filmpje. Hopelijk heeft het u geïnspireerd om nog een keer naar het museum te komen. De expositie is nog tot medio maart. Dank u voor uw aandacht.